dank u voor uw aandacht. Volgende show, dezelfde show om 1 uur. Wij zijn bijzonder trots en ongelooflijk verrast dat wij de mogelijkheid hebben gekregen om vandaag 17 januari op de vliegbasis Volkel de lancering te kunnen doen van onze Dutch Forces collectie. Het is zeker niet iedere dag dat wij hier een modeshow houden op de vliegbasis, dus voor ons is het hartstikke speciaal dat vliegbasis Volkel daar een hartstikke mooie achtergrond aanbiedt om Dutch Forces hier te presenteren. En zo staat u in een onderhoudshangar omringd door F-16's, door soort van tanks, materieel, jeeps, noem het allemaal maar op. En hier een heuse catwalk. Nou, daar heb ik nog nooit op gestaan. En op het embleem ziet u daar een roofvogel staan en dat zal dus ook terugkomen in de kledinglijn. Wij hebben getracht en in samenwerking met de afdeling voorzitter van Defensie om te proberen de burgerij, de samenleving dichter bij Defensie te brengen. Dat heeft te maken met kledingcollecties die de heroïek uitstralen van hetgeen in het verleden is gedaan, maar ook het hedendaagse. Dat er zoveel veteranen zijn in Nederland die trots zijn op hun legeronderdeel. Nou, wij proberen een collectie te maken waar de drager trots kan zijn dat hij Nederlander is. En dat je daardoor ook het besef van normen en waarden, dat je trots bent dat je in Nederland kleding kan kopen, kleding kan dragen, wat je land vertegenwoordigt en wat jouw defensie vertegenwoordigt. Nou, wij menen dat dat een goede aansluiting is bij hetgeen wat wij met deze collectie beoogd hebben. En nou ja, te zien en te horen wat er vandaag gebeurd is, zijn de eerste berichten zeer positief. En we hopen dat het een succes gaat worden voor Defensie en ook voor ons.